Nou, eens even met wat leden kennis maken wat die nou allemaal doen. Heren, bent u lid van de VER? Ja, zeker al een paar jaar. Oké, okay. En u? Ik ben ook lid. Ja. Wat rij je? Ik rij een Tesla Model 3 Standard Range Bus. Oh, wat vreselijk. 50 kWh accu, en jij? Ja, hetzelfde. Inderdaad, heerlijk. Oh, je zijn hetzelfde, oké. Okay. Ja. En hoe gaat het met het naar het buitenland reizen? Ja, gaat fantastisch. Ik ben laatst naar Engeland geweest. 1800 kilometer gereden in 5 dagen, zonder probleem. Kijken, even zien hier. Ja, laten we even zien of het echt waar is. 1800 kilometer en 167 wattuur. Ja, dus hoe was het laden? Hoe ging het laden? Ja, fantastisch. De Tesla stuurt je gewoon naar de volgende supercharger. S'avonds bij een hotel kon je ook al laden, maar nooit in de problemen geweest eigenlijk. En dat verbaasde mij. En dat is gewoon een standaard range. Heb jij nog gewoon, met normaal rijden, heb je nog last van range anxiety? Nee, helemaal niet. Nee, ja, voor werk rijd ik 120, 130 kilometer per dag. Ja, dan laad ik niet verder. Ik heb gewoon thuis niks aan de hand eigenlijk. Ja. Ja. En als het moet, kan ik hem wel verder door ook. Ja, De VER, wat hebben jullie met de VER gedaan? Nieuwsbrieven, evenementen, vragen stellen? Ja, de nieuwsbrieven al een hele tijd inderdaad, altijd even up-to-date ermee. Jaren terug al lid geworden om eigenlijk een beetje eerst te oriënteren naar elektrische auto's, elektrisch vervoer. We hebben een keer een evenement gehad bij, dat was voor mij een Renault dealer geloof ik inderdaad, meer informeren over het elektrisch rijden, het gemak ervan, laten, mogelijkheden, et cetera. Hoe werkt dat nou ongeveer? Ja. En de circuitdag, geloof ik, in Zandvoort vorig jaar, dacht ik, was dat... Nee, dat was dit jaar. Wij zijn er bij de editie vorig jaar geweest ook. Ja. En super interessant. Dan kun je echt gewoon mooi rondkijken, mooie ervaring opdoen op heel veel verschillende vlakken ook. En dus de VER houdt je aardig op de hoogte, zeg maar. Zeker. En jij, wat heb jij met de VER gedaan? Het is een goede informatiebron om mee te starten, mijn ervaring. Ik volg het ook, zeker online, op de Facebookpagina bijvoorbeeld. Tips en trucs, vragen, dat soort dingen. Discussies, ja, heel interessant. En de nieuwsbrieven, maar ook de surveys vind ik toch wel belangrijk om in te vullen. Altijd interessant ook om te lezen. En die rapporten ook eruit komen. Dus natuurlijk echt ook, wie is de EV-rijder, hoe laat hij en zo. Precies, allemaal prachtige rapporten. Ja. Dus dat vind ik interessant en ik vind het ook belangrijk om als early adapter, om daar een steentje bij te dragen om het voor een breder publiek, zeg maar. Ja. Hey, als je andere mensen tegenkomt die geïnteresseerd zijn in elektrisch rijden, zeg je dan ook, lid worden van de VER, evrijders.nl? Ja, recent nog een collega, die was de tweede op het bedrijf die dan een elektrische auto mocht gaan rijden, de ID4. Ja. En meteen hem overladen met alle informatie. En hij was helemaal enthousiast en blij. En als ik moet weten, ga ik bij jou langs en de VER in ieder geval. Ja, dus, hartstikke mooi. En jij? Ja, hetzelfde eigenlijk. En wat ik eigenlijk het mooiste vind tegenwoordig is, als je kleine kinderen langs de straat ziet lopen, is van, een Tesla. Dus die mindset bij de jeugd begint al te komen. Ja. Dus het is een kwestie van tijd dat het gewoon normaal geaccepteerd wordt. En maak je normale mensen die langzamerhand geïnteresseerd raken, maak je ook lid van de VER? Want het is ook echt voor mensen die geen vooral eigenlijk voor mensen die geen elektrische auto hebben. Doe je dat? Ja, ik heb er wel over. Hè, als mensen naar de auto vragen, en dan refereer ik wel naar de VER. Van, neem daar eens een kijkje voor informatie. Toppie. Ja. Nou, even weer 2 VER-leden, Tesla's Model 3 en heel tevreden. Toppie, dank jullie wel.